We zijn nu 1 week verder. De clip zit op bijna 5 ton, geloof ik. En media is overal. En ja, het gaat super hard. De 20-jarige Axel uit Tuitje Hoorn produceerde de beat voor deze remix van het K3-nummer Oya Lele. Ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen. En we zaten daar ook met een beetje, ja, dit is wel echt een viraal nummer. Maar dat het zo rap zou zijn, ik denk dat we die allemaal niet helemaal hadden zien aankomen, weet je. Oya Lele, ik ken de fans, zoek een money for days. Fuck met de gang. Axels versie van het nummer is een drill track, een genre binnen de hip-hop. Dat in combinatie met het kinderliedje van K3 is volgens hem de reden van het succes. Als je die twee elementen samenvoegt met elkaar, dan krijg je dus een beetje dit effect, weet je wel. Dat het zo opblaast, want ja, mensen vinden dat toch grappig of zo. Studio 100, het bedrijf achter de muziek van K3, vindt de remix minder grappig en wil dat de videoclip wordt verwijderd. Het zou natuurlijk zonde zijn als die clip met 5 ton er in 1 keer wordt afgehaald. Het zou jammer zijn. Dus ja, we gaan kijken waar het ons gaat brengen. Ik hoop dat we eruit komen. Je gebruikt natuurlijk toch iets wat door een ander is gemaakt. Het mag dan een remix zijn. Axel heeft het nummer en de muziek helemaal opnieuw ingespeeld en opgebouwd. Alles is vanaf scratch gemaakt. En ja, ik ben gewoon begonnen met de akkoorden. En daaromheen bouw je eigenlijk vanzelf een beetje de beat. Totdat je alles erin hebt zitten wat je nodig hebt. Axel heeft grote plannen voor de toekomst. Het liefst zou hij over een paar jaar samen willen werken met Amerikaanse artiesten. Maar eerst dit succes even verwerken. Ik kan er alleen maar van genieten, man. Ik vind het gruwelijk om te zien wat er allemaal gebeurt. Je ziet ook dat veel mensen gewoon echt een tof nummer vinden. Ook gewoon volgens mij wel de jongere doelgroep, weet je. Ze herkennen het toch. En ja, het slaat heel goed aan bij de mensen. Hey, oh.